Vandaag gaan we primen. Met de airbrush. Nog een keer achter elkaar. Vandaag gaan we primen met de airbrush. Met de wat? Airbrush. 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 Dit is een airbrush. En die airbrush, die glijdt enerzijds hier zo. Wat glijdt die hier? Wat komt er doorheen, Carmijn? De lucht. Ja, en wat komt hier dan doorheen? De verf. Ja, want die verf die wordt dan meegevoerd met de lucht. En hoe krijg je lucht? Als je hier op drukt, komt de lucht uit. Ja, en dat werkt doordat hier een klepje open gaat. Ja, kijk. Maar dat is ook het enige wat er gebeurt. Er gaat nu lucht uit en al zou hier verf in zitten, dan zou die verf nog niet meegaan. En dat komt doordat hier de opening van de spuitkop wordt dichtgehouden door de naald. De naald, die kun je wel naar achteren halen. En hoe doe je dat? Dan... Eerst lucht en dan naar achteren. Ja. Zie je? Hier begint die naald, die zit vast met dit dingetje aan de trigger. Dus die staan met elkaar in verbinding. En hier eindigt de naald. Zo kan je licht, alleen maar lucht spuiten. Ik ben nu de primer. De primer is nu net zo dik als melk. Voorzichtig. Er zitten altijd kleine stukjes vuil in. Oké. Dus lucht, verf, verf, lucht. Lucht, verf, schilderen. Verf, lucht. Verf, lucht. Verf, lucht. Goed zo, Bol. Ik zal hem instellen dat hij niet verder kan. Zo. Oh, kijk wat er nu gebeurt. Hier is het te dik, hè? Zie je dat? Ja. Dus je moet er even voor zorgen. Niet te dik. Nou, je moet ervoor zorgen dat je één lange baan maakt van daar naar daar. Zo, en terug. Maakt niet uit dat je het niet ziet. Ja, het ziet eruit alsof je niks doet, maar dat is niet helemaal waar. Lucht, verf. Nee, langzaam. Lucht, verf. Langzaam. Langzaam. Zo ja.
voedselbol. Dat ziet er goed uit. Maar de hele kant, hè? Dus de hele zijkant. Dus hou hem hier maar zo vast, dan kun je goed zien wat je doet. Je moet er recht op spuiten, hè? Dus zo. Zo. Airbrush is een paar keer schoongemaakt, maar die lijkt niet goed te zijn. Want hij spettert. Ik weet niet of dat zo te zien is. En het ziet er ook naar uit dat de nozzle niet helemaal mooi meer is. Dus misschien moeten we een nieuwe nozzle en een nieuwe naald kopen. Beetje jammer, maar ja. Ik ga nog even kijken of ik hem kan repareren. Waarschijnlijk lijkt het probleem de nozzle te zijn, toch papa? Ja, dat klopt. We kunnen niet verder, want onze nozzle is scheef. En ik had nog een reserve nozzles liggen, althans een oude. Maar ja, nee, ik had nog een reserve nozzle liggen, maar die was oud, ook scheef. Ik dacht dat de naald scheef was, maar die nozzle die was scheef of ook scheef. En dat betekent dat ik een nieuwe nozzle moet kopen, want ik heb geen zin, want het is nu 0,4 mm nozzle. Ik heb geen zin om op 0,2 mm te gaan spuiten met primer. We zouden het eventueel kunnen proberen, maar Carmijn heeft het ook wel een klein beetje gehad voor vandaag. Ik wil weer spelen. Carmijn wil eventjes gaan spelen. En ja, in elk geval het proefstukje heeft Carmijn hartstikke goed gedaan eigenlijk. Kan je niet waar het ding is? Dat ding heb je daar geschaden. Wat ik nog kan proberen, misschien dat ik het zo direct ga doen, is die oude nozzle proberen een beetje af te draaien. En ook voor de juiste richting in te draaien. Wie weet dat het helpt, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. En dan moest ik een nieuw setje nozzle naald kopen. Dus, volgende keer beter. Doei! Ik hoop dat op de film te zien is dat de nozzle hier goed scheef staat. Nou, kijken we wat er gebeurt. Dat is één. Nu staat hij in elk geval niet meer scheef.